De landelijke leescampagne Geletterdheid is vandaag gelanceerd in het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam in Kommewijnen. Het ligt in de bedoeling om educatief materiaal dat ontwikkeld is in boeken, audio en audiovisuele vorm aan alle scholen in Kommewijnen af te staan. Ook een boek over kanker bij jongeren kreeg de aandacht van onder andere minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken. De bewindsman die de campagne ondersteunt, geeft aan dat dit een goed initiatief is om op een educatieve wijze kanker bij jongeren uit de taboesfeer te halen. Een bijkomertje dat zij dus een initiatief heeft genomen om ook voor de kinderen te schrijven een boek dat gaat over een bepaald ziektekanker. Dus dit zijn dus goede initiatieven om over onderwerpen, wat zo noemen ze dat, taboe. Onderwerpen die taboe zijn, wat meer voorlichting te geven. Maar uiteindelijk vroeg ze ook van dat het een beetje in het educatiesysteem kan worden verwerkt. Al deze initiatieven, tenminste dat zie ik in de boeken, terug bij het ministerie van Onderwijs, je ziet dat die onderwerpen geïntroduceerd worden. 20 jaar terug misschien niet, maar de afgelopen jaren zie je dat die onderwerpen die spelen als climate change, taboe en andere onderwerpen, gender, etc., rechten, gezondheid, die worden geïntroduceerd in de boeken. Dus ook dit product zal zijn plaats krijgen in het onderwijssysteem. Sinds 2007 organiseert Stichting Pro Humaniteit campagnes om lezen en taal te stimuleren. Er zijn 15 deskundigen betrokken aan dit project. Momenteel wordt er een link gecreëerd zodat alle scholen, ouders en of verzorgers die hun leeskwaliteiten willen verbeteren toegang kunnen krijgen. Daarna zijn er 110 posters gemaakt voor de bewustwording van de dagelijkse problematiek in de samenleving, die het meest gericht is op jongeren. Margot Burgos-Kramp van Stichting Pro Humaniteit geeft aan dat geletterdheid betere kansen biedt voor de toekomst. Alle scholen van Kommewijnen, dus ook LBO, Technische School, MULO-scholen, alle scholen van Kommewijnen. Geletterdheid vertelt ons dat je niet kan communiceren op een niveau dat je nodig hebt als je ongeletterd blijft. Geletterdheid leert je dat als je het woord kracht niet hebt, andere dominant aanwezig zijn in je leven en jezelf niet kan verdedigen. Maar de basis is, geletterdheid biedt ons nieuwe, betere kansen in onze toekomst. Jongeren moeten veerkrachtig zijn en moeten zich positief laten beïnvloeden. Verder moedigt Kramp jongeren aan om voor de spiegel te staan en naar zichzelf te kijken. Het enige wat ik tegen de jeugd kan zeggen is hoe ik 72 jaar geleden ben opgevoed. Sta voor de spiegel. Durf naar je gezicht te kijken. Kijk jezelf in de ogen aan, elke dag. En geef jezelf richting. En zeg wat je hindert. En zeg dat het je niet kapot maakt. En zeg dat niemand je klein kreeg. En zeg dat je van jezelf houdt. En zeg dat je een betere toekomst wil hebben dan dat waar je nu in bent. En dat je het gaat halen. En zeg waar je over 20 jaar wil zijn. Empower yourself.